Hoi, ik ben Denise van het YouTube-kanaal I'm Denise en vandaag ga ik iets superleuks doen. De junior museuminspecteurs hebben bepaald dat het museum dat ik vandaag ga bezoeken op nummer 1 staat in de top 3 van meest kidsproof musea van 2016. Het Pieter van Meulen Museum dus. En ik ga even terug naar het kind in mij, want vandaag check ik hoe kidsproof dit museum is. Tijdens mijn bezoek let ik op activiteiten die er georganiseerd worden en ga ik alles ervaren wat er te doen is in dit museum. Bij binnenkomst valt het meteen op hoeveel opgezette dieren in dit museum staan. En het leuke is, de vos bij de ingang mag je echt aanraken. Wat heb ik nou altijd al eens willen doen? Een bos vol geheimen, dat is de eerste tentoonstelling waar ik naar binnen ga. En zodra je deze boom binnenstapt, bevind je je in het bos. Alles wat je ziet kun je aanraken en spelen. En zo leer je dus spelenderwijs van alles over de natuur. Ook kun je ervaren hoe het leven van een mol er nou uitziet. En dat doe je door te kruipen door deze gang. En dan zie je de aarde van onderaf. Zo kun je echt een kijkje krijgen in het leven van een dier. Je kan hier tv kijken, je ziet mollen onder de grond. Superleuk. Het museum is dus opgebouwd uit verschillende ruimtes die in elkaar doorlopen. En in deze ruimte kun je zien en ervaren hoe bomen groeien. En er is een wand met vogels en bijbehorend geluid. Zo wordt vogelspotten in het echt een makkie. Maar als je het binnen wel gezien hebt en als je toch meer van bewegen en echt in de buitenlucht zijn houdt, dan is er pas echt iets tofs. Wat was deze ruimte leuk. Je mocht alles aanraken, alles doen, alles ervaren. Maar dat is niet alles. Er is ook nog een GPS-bomenspeurtocht en dat is buiten. Dus ik ga even mijn GPS-systeem ophalen. Ik heb net even mijn tas opgehaald en de GPS'en natuurlijk. Je kunt op twee manieren kijken, via het kompas en via de weg. Je ziet dan zo de weg op het beeld. En de tocht duurt 1,5 uur en gaat langs de Keltische boomkalender. Dus over allerlei bomen gaan we van alles leren. Tijdens de tocht krijg je allerlei informatie over de bomen waar je langskomt, maar je kunt ook aan de slag. Want in de tas zit niet alleen het GPS-systeem, maar ook een vergrootglas, een meetlint. En zo kun je lekker actief bezig zijn in de buitenlucht. En terwijl ik de GPS-tocht afmaak, neem ik jullie toch nog even mee naar binnen. Helemaal achter in het museum is nog deze geheime deur. En daarachter zit een hele kamer vol met allerlei opgezette dieren en dieren op sterk water. Die staan niet in het museum omdat er geen ruimte is. Maar als je hier bijvoorbeeld met je klas naartoe gaat, dan kun je hier les krijgen en dan leer je van alles over al deze dieren. De GPS-tocht zit erop en daarmee ook mijn bezoekje aan het Pieter van Meulen Museum. Wat mij betreft hoort dit museum helemaal thuis in die top 3, want kidsproof, dat is het. Ik vind het een winnaar.